gebeurt er als audit en accounting van elkaar worden losgekoppeld? Gaan de kwaliteit en de effectiviteit van audit dan vooruit? Is de informatie die het verschaft betrouwbaarder? Als we opnieuw naar de kwaliteit van audit kijken, wat zou dan de rol van de aandeelhouder moeten zijn? En als we het beroep opnieuw ontwerpen, wat betekent dat dan voor de principes, de kwalificaties, de standaarden en de opleidingen? Dat zijn de vragen die we de komende 90 minuten gaan behandelen. Welkom bij The Future of Audit, ontwerp voor een nieuw beroep. Mijn naam is Wim Bartels, ik ben partner sustainability bij KPMG. We gaan het vandaag hebben over het Brydon Report, Sir Donald Brydon. Hij heeft afgelopen jaar naar de Engelse audit gekeken en 68 aanbevelingen gedaan om de kwaliteit en effectiviteit van audit in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. En we gaan vandaag kijken hoe we dat rapport kunnen laten neerslaan in Nederland. Ik heb Brydon eerder geïnterviewd en die interviews gaan we vandaag bekijken. En vervolgens hebben we hier verschillende experts die hier in de studio hun licht gaan laten schijnen op Brydon's bevindingen. Maar voordat we van start gaan heb ik eerst nog twee belangrijke huishoudelijke mededelingen voor u. Allereerst, ook aan dit webinar is 1 PE-uur toegekend. Voorwaarde daarvoor is dat u zich vooraf heeft aangemeld en u het webinar live volgt. U heeft daarvoor al een e-mail ontvangen met hoe dat precies in zijn werk gaat. En tijdens dit webinar wordt op twee momenten een controlewoord doorgegeven. Maar dat gaat dit keer anders dan u wellicht van ons gewend bent uit vorige webinars. Ik geef het controlewoord namelijk vandaag mondeling aan u door. Dus als u het webinar volgt, dan kan dat niet missen. U heeft Slido vandaag dus in principe niet nodig om de controlewoorden door te krijgen. U ziet dat dan ook niet in beeld. Schrijft u ze op of onthoudt u ze en meteen na afloop van het webinar ontvangt u van NBA een e-mail waarin u deze woorden aan ons kunt doorgeven. En zo eenvoudig is het. En dan mededeling 2. Als u het leuk vindt en wij nodigen u graag uit om dat te doen, om vragen te stellen aan de sprekers van vandaag, gaat u dan op een ander apparaat naar Slido, slido.com en log in met de eventcode SPRINGLEVEL3, alles aan elkaar. Op een paar momenten tijdens het programma schakelen we dan naar de vragen van u. Ik leg ze voor aan de gasten van vandaag en we horen hun reactie op uw vragen. Mocht u zich liever concentreren op het webinar, laat u dat dan gerust achterwege en geniet u van de livestream. Dit evenement wordt georganiseerd door het NBA en het NBA bestaat 125 jaar. Ondanks de onzekere tijden waarin we zitten, wil de NBA de verjaardag niet ongezien voorbij laten gaan, want de NBA is springlevend. En als je springlevend bent, waarom zou je dan niet een fundamentele discussie beginnen over het beroep? Het doel van de NBA is om met dit evenement een discussie over audit aan te zwengelen. En we weten al dat de sprekers van vandaag dat goed gaan belichten. Een van die sprekers is de voorzitter van de NBA en hij staat hier naast me. De voorzitter van de NBA, Marco van de Vechten. Marco, welkom. 125 jaar. 125 jaar accountants in Nederland. Als jij terugkijkt op die 125 jaar, hoe zie je dat dan? Wat heeft de accountancy ons gebracht in Nederland? We hebben doorgemaakt als beroep. Hè, zijn we toch best wel beïnvloed door de externe omgeving. Ook vanuit interne. Dus Limburg is een heel belangrijke geweest om het beroep echt richting te geven. Hè, en ook aan te geven wat wordt nou van die accountants verwacht. En dat is toch al enige tijd geleden, hè, de leer van het gewekt vertrouwen. Hè, en die is eigenlijk nog best wel, en daar zullen we ook in de accountant op terugkomen, best nog wel heel aanwezig. En ik denk ook nu, ook in de afgelopen 20 jaar zie ik dat accountantberoep door externe omgeving, door de komst van regulators, externe regulators, ook zich heeft durven veranderen. En ook Brydon, ja, we gaan het zo over hebben, ook een ongelooflijk gaaf rapport is om ons weer verder te helpen in die richting. Ja. Ja, want je zou tegelijkertijd kunnen zeggen, het beroep heeft zich belangrijk ontwikkeld, maar het staat ook onder druk de laatste 10 jaar misschien. Wat is dan zo belangrijk om juist nu die discussie over audit aan te zwengelen wat jou betreft? Nou, een paar redenen. Enerzijds, wij willen als beroep relevant blijven. We willen springlevend blijven. Dat is niet voor niks het motto van deze seminars. En ik denk dat we ook relevant kunnen blijven. Daar zullen we straks ook nog op doorkomen. Brydon geeft ook denk ik een heel aantal belangrijke handvaten daarvoor. Maar je geeft anderzijds ook aan dat er ook een aantal dingen moet veranderen. Hè, en ook een aantal dingen kunnen verbeteren. En ik denk als we daar als beroep het lef hebben om die handschoen op te pakken.
We hebben in Nederland hebben de kwartiermakers, we hebben daarvoor de MCA en de CTA gehad, die ook een aantal hele nuttige aanbevelingen hebben gedaan. Sommige zijn ook, komen ook terug in het rapport van Bryden, toevalligerwijs. Vice versa is dat waarschijnlijk gegaan. Ik denk als we die handvatten durven oppakken met elkaar en dat lef hebben, dat we nog steeds een hele mooie springlevende toekomst hebben. Misschien nog even heel kort. We gaan nu anderhalf uur met elkaar die discussie voeren. Als je in één zin zou zeggen, wat is er voor jou aan het eind van dit evenement bereikt? Wat zou dat zijn? Nou, dat we met elkaar die discussie kunnen voeren. Dus dat je ook merkt dat wij als MBA, als beroepsgroep, helemaal geen angst hebben om die discussie te durven voeren. Dat we gewoon juist ook kansen zien om met elkaar open te staan voor de opportunities die ook zo'n Bryden rapport weer biedt. Goed, dankjewel voor deze introductie. Jij blijft even hier, want we gaan zo verder praten. We gaan kijken naar het eerste interview met Bryden. En ik vroeg hem allereerst wat nou zijn belangrijkste conclusie was toen hij het rapport had afgerond. Yes, I think you could distill what the users of accounts really want down to two broad themes. One, they want to know that the companies they invest in are being fairly and properly run. And honestly about it. And secondly, they want to know that they're likely to still be around in 5-10 years' time. So they want to know about sustainability. And if you then think within those two frameworks, take a simple example. There's been a lot of controversy around what the role of the auditor is in relation to discovering fraud. Then I think it's high time that there's a clear and unambiguous statement around what an auditor's responsibility is. And as I put it, very carefully worded, it was to endeavor to find material fraud. In that particular instance, I recognize that not all fraud is findable at a reasonable cost. And there will need to be some arbitration mechanism at the end of the day to decide whether a particular fraud that was missed was it was reasonable to miss it or not. But something where there's clarity. But I would also like to emphasize that it's not just the auditor that plays a part in this story. In this case, it's the directors as well. So in parallel with placing that obligation on the auditors, I also placed an obligation on the directors to say very clearly what steps that they've taken to ensure that they've mitigated against the possibility of fraud. So that's just one example of the sort of area. There's a healthy debate around what actually audit was for in the first place. Surprisingly, the UK had got itself into a position where it was studying who delivered audit, how audit was delivered, and who regulated it. But nobody actually stepped back and say, what is it? And so I tried to define a purpose for audit. And interestingly enough, having done that, which is around helping to establish deserved confidence. You don't want to create confidence where it's not deserved. But establishing deserved confidence in companies, I'm delighted to say that the government and the regulator here have accepted the concept. There's a challenge with how you write that into law. But what can be done is to write it into law as an objective. And as an objective, you can then measure people's achievements in trying to reach right. that objective. Right. Gives you a mechanism for improving audit as well. Obviously, yeah. My report came off the back of a lot of major corporate failures and auditor failures as well. So restoring confidence in the audit profession was also a key part of this story. And by and large, audit is not bad. And there are a lot of very, very good auditors. However, there is a tendency in audit to default to obeying rules. And what is actually needed is a mindset which says our objective is to inform people. If we see things that they ought to know about, we should persuade the directors to tell them. And if the directors want to tell them, well, yeah. we should tell them. Yeah, and that may also relate to your comment in the report, audit is not broken, it has lost its way. Can you say a little on where the auditors got lost and what caused that according to you? Well, I think the area, perhaps the most important one, was all of the auditing firms' response talks about the audit expectations gap. Actually, I'm not
a great fan of these concepts of expectations gaps, because if auditors in the first place were genuinely informing users with the information that users want to have, then there wouldn't be an expectations gap. And the expectations gap is driven, if it exists, by standards which very precisely tell you how many cars are in the car park, but doesn't actually answer the question, why are there cars in the car park at all? And so, in a sense, audited started to become a fact-checking, process-checking, box-ticking exercise, partly driven by desire not to incur liability, and was losing sight of its core purpose, its societal purpose of informing not just the shareholders, but actually others who rely on the accounts, even if they may not have a legal redress as a consequence of that. But it's not unreasonable to think that suppliers might look at your balance sheet before they extend you credit. Therefore, indirectly, they rely on the fact that these are audited numbers. And I think the profession has rather lost sight of that. You refer to audit as becoming a fact-checking profession rather than sometimes regularly asking the why. And what do you see as the added value of such suspicion compared to what we currently have, professional skepticism? I think, and I want to be very clear, you don't need to be suspicious about everything all the time. But when there's evidence that there's an unclear answer, the possibility of a bit of fog and obfuscation, then I think you do need to be able to fall back on a very, very clear, suspicious mindset and start at the other end. You think how a forensic accountant works. The starting place for a forensic accountant is, I don't believe anything I'm told, I'm going to find it out for myself. If you start with a skeptical view, just, you start out saying, well, I'm being told that, but it might not be right. And that's not quite the same level of focus. I think it's probably not helpful to go into individual cases, but there's been one obvious mega fraud recently in Germany. Suspicious auditors might reasonably have been expected to have discovered that there was 1.9 billion of cash missing. Skepticism isn't enough to get you there. You need to be suspicious at that point. And if we think then about another player in future, the Audit Reporting and Governance Authority, at least of course in the United Kingdom, they, as you also address in the report, have of course a relevant, strong role to play for the future of audit. Could you say a little more on what you see this body's role in developing the audit for the future and improving the quality? I think they've got two principal roles. But first of all, we've got to agree what the objective is and what it is for and what it's trying to do. So I'm waiting for the UK government to publish, probably next month, a consultation document to take forward the recommendations in my report. And if I may, just in a sidebar, say my report again emphasizes that directors, management, shareholders, government, regulator, and auditors all have a part to play in this ecosystem. So we need to get that ecosystem sort of established and documented. Then the role of the regulator is to hold people to account to make sure that the processes are genuinely traveling towards meeting those objectives. So that, I think, goes to engrossing the education program for the new profession. I ask that they help with the establishment of that new profession. I think it goes to defining what is precisely meant by things like the resilience statement, the audit and assurance policy, and so on. So the detailed rules will become rules of that regulator. And then their role is to satisfy themselves that people are doing what they say they're going to do and providing findings that are of value to the investors. I think at the same time, the regulator can add to this ecosystem. As it learns, it should make available learnings in a consistent way so that if a particular type of fraud is new and being perpetrated in one company,
the probability is it's going to turn up somewhere else, and the regulator can become a clearinghouse for information of that sort as well, and be an iterative part of the education process. Dit evenement is zo fantastisch voorbereid, dames en heren, dat u het idee heeft dat Sir Donald hier daadwerkelijk is en u hem vragen kunt stellen. Dat zien wij binnenkomen op Slido. Maar we gaan het hier bespreken met onze sprekers van vandaag. Marco van der Vechten, u heeft hem al eerder gezien, en ook kwartiermaker Marlies de Vries. Marlies, welkom. We gaan met jullie beiden praten over dit eerste deel van het interview. Misschien Marlies, ja, iedereen kent jou natuurlijk als kwartiermaker. Je was in het verleden ook lid van de commissie Toekomst Accountancy Sector. Misschien eerst maar even heel kort, waar staan de kwartiermakers? En dan meteen een vraag erachteraan, hoe haakt dat aan wat wij zien van Brighton? Okay, heel goed. Ja, nee, op dit moment staat één van de kwartiermakers hier in Amsterdam, in deze mooie studio. Chris die kijkt mee vanuit huis. Wij zijn natuurlijk vanaf mei gestart met onze werkzaamheden, met de kabinetsreactie, om te kijken hoe we daar onze rol in kunnen vervullen. En dat gaat heel goed, daar komen we zo meteen vast nog over te spreken. En ook in relatie tot Brighton, wij nemen het mee daar waar mogelijk. Er zit, wat Marco zei, deels wat overlap in, maar het is ook een heel groot gedeelte waar de sector zelf aan zet is voor wat betreft Brighton en het denken van Brighton, om dat te omarmen. Je ziet net het eerste deel van het interview. Wat zijn meteen de 1-2 dingen die jij hieruit meeneemt in je werk als kwartiermaker? Wat we meenemen is, als je kijkt naar onze opdracht, hebben we een aantal maatregelen die doorgevoerd moeten worden, waar we mee bezig zijn. Hè? Nader onderzoek, de experimenten, opstellen van audit quality indicators. Dat raakt niet direct het denken van Brighton. Maar als je kijkt naar de thema's waar wij veel meer een aanjagende rol hebben, en ook bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, daar nemen we het denken van Brighton zeker in mee. En wij hebben natuurlijk een hele belangrijke informele rol ook om een sector spiegel voor te houden. We praten met veel accountants en we proberen daarin ook andere perspectieven voor te schotelen, om te zeggen van hoe zou dat nou zijn vanuit het perspectief van de gebruikers? En welke informatie zouden de gebruikers daarbij nodig hebben? Jij als accountant hebt de kans om bij zo'n organisatie binnen te kijken. Het is eigenlijk wat Brighton ook zegt, hè, een voorrecht wat je hebt als accountant om dat te kunnen zien. En hoe vertaal je dat dan door aan de gebruikers van de informatie? Wat hebben ze nodig? En daarin is informatie en extra informatie een heel belangrijk aandachtspunt. Laten we eens kijken, Marco, hoe jij daarnaar kijkt. Jij zag net ook het eerste deel en je hebt natuurlijk ook het rapport gelezen. Hij zegt nogal wat, Brighton. Hij zegt onder andere veel meer suspicion. Het zijn factcheckers geworden. Wat is jouw afdronk van het rapport als geheel? Ja, ik denk een heel aantal dingen die het noemt best herkenbaar zijn. Hè. Wat ik het mooi vind is dat hij ook echt de beroepsprincipes, hè, van wat is nou een accountant, hè, wat zou je van die auditor verwachten, hè, dat hij dat ook echt ter discussie durft te stellen en ook met nieuwe ideeën komt. In zijn aanbevelingen doet hij best wel hele tastbare aanbevelingen, waarbij je gelukkig ziet dat we een aantal dingen in Nederland al hebben opgepakt. Hè. Dus hij zegt ook, je moet de dialoog met aandeelhouders moet je veel sterker durven voeren. Nou, gelukkig kan de accountant in Nederland al optreden bij een aandeelhoudersvergadering. Mm-hmm. Dat kan nog beter, hè. VEB en de Medion hebben daar ook aanbevelingen nog verder voor. En je ziet dat we ook een aantal dingen al hebben gedaan, maar ja, ik vind ook bijvoorbeeld heel mooi dat hij zegt, hè, van professioneel sceptisch of moet je naar wantrouwen gaan. Ja, en ja. Was er één ding in het rapport waar je eigenlijk door werd geraakt, als accountant en als voorzitter van NBA? Nou, dat hij wat me echt raakte, hè, was dat hij heel echt zijn best heeft gedaan om zich te verplaatsen in wat zou nou de maatschappij verwachten, heden ten dagen van die accountant. Dat vind ik erg knap hoe hij dat heeft neergezet. En dat is echt stof tot nadenken wat dat betreft. En dan gaan we terug naar de kern, dan gaan we terug naar het fundament. Ja. Ja. Ja, dat gaan we vandaag verder voeren. Ik heb niet alleen met Sir Donald Brighton gesproken, maar ook met Robert Hodgkinson. En hij is de Executive Director Technical bij het Britse Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Ook wel bekend als het ICAEW. En ik vroeg hem, als je nou het rapport van Brighton in één woord moet beschrijven, wat is dat dan? Challenging. Challenging. That's, I think, what we're going to discuss for the rest of the program. And that's a positive word. It's not a negative word. It's positive. Can you explain that, why you see it as positive? Well, because it makes us think about how we respond in a broad way to the what the profession's facing. And I should say that in the Brighton, the idea of a fundamental review that Brighton represents is something which
ICAW had actually wanted for some time. So actually there was there's an organisation which we hosted called the Audit Quality Forum, which had actually called for a fundamental review of audit. And then the Carillion collapse came along, and suddenly the debate on audit was kind of in a different place. But we always thought that was the first review that should have been performed, not the third of the government-sponsored reviews. Right. So the report has also been received by you and with a positive attitude and in a positive mode, if I must say so? Yes, I think so. I think for the sort of wider economy, there's probably a little bit more ambiguity because it was far wider in scope than people had anticipated. And in particular has really important implications for business as a whole, because he's really redefining the role of auditors in relation to what they do for business and what they do for a wider range of stakeholders. So for people who haven't spent their lives worrying about audit, it's probably quite disorienting. Yeah, and one of the things that Brydon said also in the interview we had earlier with him, he said audit is not broken, but it has lost its way. How do you see that? I think that's quite a good way of describing it, a good metaphor. And it's better than just describing something as broken, which sounds sort of desperate. You know, you've got to put it back together as it was. I think losing its way is a good idea, because maybe we've actually even forgotten where we're trying to get to, which means, of course, you've lost your way because you don't even know where you're trying to get to. And I think some of the pressures on the audit profession means that auditors might actually have been led astray. They've kind of ended up focusing on the wrong things. So that's in a way extending the metaphor of losing your way, that you might be led astray or distracted. Right. You will be getting a new regulator soon. Do you agree with Brydon that should provide greater transparency over what it regards as good audits? I think that we've got very good transparency actually around the results of audit inspections and what are regarded as good audits. I frame the challenge a little bit differently, that maybe we need a broader view of audit quality, as opposed to it being very strictly, this isn't a criticism, it's easy to inspect when you're inspecting working papers against a set of auditing standards. But I think audit quality is something wider than that and harder to measure. So I'd say, yes, greater transparency, but actually a better way of shining a light on audit. It's not just seeing it through standards. Important though they are, I'm not diminishing that. Right, right. If everything is around compliance with standards, I think we're not getting the whole picture of audit quality. And then looking, I think, finally, in this short conversation about the immediate next steps, maybe for you and other players in the field, what's going to happen immediately, you think, with Brydon's suggestions? Well, we've been awaiting a consultation for some time from the government, but we appreciate the government has had a few other things on their plate in this year. So we look forward to that consultation, which will integrate the recommendations of all the reviews. But I would say that under the encouragement of Sir Donald Brydon, we haven't been sitting on our hands just waiting for a consultation. We've first of all been thinking that the coming audit season is going to be phenomenally challenging for auditors. It's a real life stress test of whether audit does what people want of it. So we're focusing a lot on performance this reporting season. And we've been doing quite a bit of research and preparatory work about some of Brydon's suggestions, like how do you develop an audit and assurance policy, or how do you think about the other forms of assurance which might be commissioned as a result of that policy. U zag Hodgkinson als vertegenwoordiger natuurlijk van een Britse accountantsorganisatie. Marlies, ik ben benieuwd. Ook Hodgkinson zegt onder andere, ja, kwaliteit is meer dan standaarden. Hoe zie jij dat vanuit je rol als kwartiermaker ook? Ja, dat is eigenlijk wat Brydon daar ook over zegt. Hè? Van the audit is not broken, it has lost his way.
En daarvan zegt Hodgkinson, eigenlijk is de sector op een dwaalspoor gezet. Nou, ik vind dat hij daar te veel naar anderen kijkt en dat te weinig naar de sector zelf. Waar ik wel met hem eens ben, is dat er inderdaad een enorme nadruk is op regels en standaarden. En dat dat misschien ook wel ingegeven is vanuit een angst voor aansprakelijkheid of voor andere dingen. En daarin ben ik het helemaal eens met de oproep van Biden. Van toon wat meer lef en openheid als accountant en vertel naar die buitenwereld wat je hebt gedaan en wat je gezien hebt bij die organisaties. Ja, Marlies haalt het net ook aan, Marco. Ja. Audit is not broken, it has lost its way. Hodgkinson bevestigt dat eigenlijk. Hoe kijk jij daar naar vanuit de Nederlandse situatie? Ja, hij zegt heel duidelijk, we zijn de weg kwijt. Hè? We zijn vergeten waar we heen wilden. Ik denk dat in de Nederlandse situatie zou ik daar iets relaxter op reageren. We hebben kwartiermakers tegenwoordig. Daarvoor hebben we de MCA gehad, de CTA, die ons ook de weg hebben helpen wijzen. En we hebben natuurlijk ook een regulator, de AFM. Die veel sneller dan andere regulators om ons heen in Europa ons ook hielp om het pad weer terug te vinden. Dus ik denk dat we ook trots kunnen zijn over de weg die wij inmiddels inslaan. Dus ik ben iets minder verrast dan Hodgkinson. U wordt van harte uitgenodigd om uw vragen te stellen via Slido. Er is er een binnengekomen die we graag hier even kort behandelen. Dat is dat Biden kijkt lang vooruit, 5 tot 10 jaar misschien wel. En de vraag is, ja, kunnen we dat als beroepsgroep nou wel waarmaken? Trekken we niet een veel te grote broek aan? Ik vertaal de vraag lichtelijk, maar dit is de essentie daarvan. Marlies, hoe kijk jij daarnaar? Hoe ik tegen die vraag aankijk. Nou, voor mij is de vraag veel meer, ben je in staat om echt fundamenteel om te denken? Hè? Wat Biden aangeeft is, het gaat niet om een hele mechanistische benadering van, net zoals nu in Nederland, we doen een aantal dingen, dan zijn we er. Nee, het vraagt fundamenteel herdenken, wat is het doel en de purpose van een audit in de complexe maatschappij van vandaag de dag? En ik ben het met de heer Gijsbert, of Jan Gijsbert eens, dat je dat natuurlijk een enorme switch vraagt in het denken van accountants, maar dat je ergens moet beginnen en laat die verandering dan morgen beginnen voor de komende 125 jaar, om te kijken hoe je dus informatie kan geven als accountant aan de maatschappij. Marco, wat denk jij? Te grote broek? Nou, ik denk dat als je hem vertaalt naar het vertrouwen herstellen, hè, dan zijn er best wat stappen gemaakt de afgelopen paar jaar in Nederland. Ik denk dat we nu met de kwartiermakers, met Marlies hier en Chris, hè, in een periode zitten waarin de kwartiermakers een heel duidelijke agenda hebben. En ook als sector de handschoen moeten oppakken die hier ook gegeven wordt. Hè. En ik denk dat je met een aantal tastbare stappen, hè, en sommige moeten ook innovatief zijn, hè, best wel kan laten zien, hè, dat je dat lef hebt om te veranderen. En Biden geeft ook hele duidelijke voorbeelden van wat hij bijvoorbeeld ziet. Hè. Dus je kan discussie voeren over niet-financiële informatie, de rol van de accountant daar. Je kan discussie voeren met aandeelhouders, hè, als die meer zekerheid willen over bepaalde KPI's of APM's, hè, zoals Biden dat noemt, hè, performance indicatoren. Mm-hmm. Je kan discussie voeren met partijen over wat zou nou eigenlijk in die rapportage zo fundamenteel zijn. En daar wil ik heel graag dat je als accountant naar kijkt. Hè. Dat kunnen dus ook de andere partijen dan die aandeelhouders zijn. Als we die handschoen durven oppakken, dan kunnen we echt wel een paar stappen naar voren maken. En heel belangrijk, en dat zei Marlies eigenlijk ook, dan moet je ook de discussie over kwaliteit voeren met elkaar. Dat hebben we de afgelopen jaren te weinig gedaan. Ook als sector zijn we te weinig naar buiten gegaan met wat kwaliteit is. We hebben dat wel getracht, maar we hebben nog steeds niet een goed kwaliteitsbegrip. En dat is niet defensief. Nee. Maar dat zegt Biden eigenlijk ook. Het lijkt nu alsof compliance en het volgen van de standaarden en een goed dossier hebben, alsof dat de Holy Grail is. Maar dat is het niet. Dat is niet de fundamentele taak van die accountant. Dus dat is wel belangrijk, dat we de hygiëne op orde hebben. Maar dat we ook de discussie aangaan. En wat kunnen we daarin meer doen? En dat gaan we hier verder vandaag doen. Ja. Jullie beiden hartelijk dank voor nu. Aan het eind van het programma zien we jullie nog even terug voor een reactie over het geheel en ook de stappen vooruit. Tot straks, kwartiermaker Marlies de Vries en NBA-voorzitter Marco van de Vechten. En dan komt er nu een heel belangrijk moment. Ik ga namelijk het eerste controlewoord aan u aankondigen. En dat controlewoord is principe. Voor zover u het zojuist gemist heeft, het controlewoord is principe. Schrijft u dit woord op, of als u denkt het te kunnen onthouden, onthoud het dan. Maar zodanig dat u het straks kunt invullen in de mail die u na afloop van de NBA ontvangt.
Het tweede woord geef ik u door richting het einde van de webinar. Dus blijft u vooral kijken, want dan kunt u ook het controlewoord niet missen. En dan is het nu tijd om te gaan kijken naar het tweede deel van het interview met Sir Donald Bryden. We gingen dieper in op principes en standaarden. En hij schreef in zijn rapport onder andere dat de auditor steeds meer een tick-in-the-box mentaliteit heeft gekregen. Dus ik vroeg hem hoe dat volgens hem zo is gegroeid. I think part of it has come through excess standard setting and more complex standard setting. And as that goes on in the accounting profession, so the answers become more and more precise, and then the auditing becomes auditing against those precise standards. I suspect that liability played a part in this story, so that a fear of straying from a very, very safe place. But actually, a profession is about judgment, and you should be able to make a judgment without fear of that judgment, unless it's falsely based, leading to liability. There was a moment right at the launch of my report when I put up a slide with a whole stack of criticisms of auditing, and asked the room, which is full of auditors, did they recognize this description of their activity? And the answer was yes, we agree, we need to do something about this. And then I had a bit of fun by just telling them that that table had come from the 1992 McFarlane report, and actually nothing had changed. So there's an inertia in the profession. One of the things I was trying to do by opening up the whole question of purpose was to say you can't go on just defending, you've got to go on the offense as well. Yeah. So would you see the audit profession being ready, so to say, for a change with this comment you just made in mind? I found a lot of people in the practice of auditing very, very receptive and really good people who really wanted to do more. There was anxiety amongst some of the more conservative people that this will make auditing a harder profession to recruit great people to. But I think they're misunderstanding. If this function becomes more about the resilience, the sustainability of the business model, and so on, then auditors' jobs will actually become more interesting, not less interesting, particularly as technology takes away some of the drudgery and the pure fact-checking, table bashing activity. So I think this vision creates something which will attract better people, not make it less attractive. And that would lead us to high quality audits, as you also address in your report extensively. For today's discussion also here in the Netherlands, can you summarize what you would describe as a high quality audit? Yeah, at the end of the day, if you've defined the objective and if the users feel properly informed, and you've not hidden behind standards. There's a poem at the back of the report which says, this company had passed every test, everything was exactly as it was described, and then the last line says, but it went bankrupt. Then that would not have been a high quality audit. But a high quality audit is one where you're giving the nuance and the shades of grey. Mm-hmm. Think about goodwill or the value of contracts in force. There's a debate, a proper, honest debate between an auditor's view sometimes and the management's view, maybe the board's view of the value of those contracts. Well, then share that debate publicly so that the information, the point that you finally land on, is put into a context. And then you've got a high quality. Right. Yeah. And as part of your report, I think, and also specifically relating to high quality audit, is the principles of corporate auditing that you have defined. We're not going to lay out all of them here in this short introduction, but maybe you can, as a final part of this part of the interview, share a little on what you see so relevant for the principles, and maybe one, two, or three of the key principles that you say this is what auditors need to get to. I think there's one point to make. This is a holistic report, and all the pieces fit together. And if you've got all those pieces, you end up then with a new direction. So if you take one of the key principles, it is that the auditors act in the public interest. Now, today, that isn't stated. Sometimes it's assumed, but it's not stated.
And if you start to think that you've got an obligation to act in the public interest, just at the same time as corporations are beginning to realize they have to act much more in the public interest as well as just making profit, then you can see the direction that the report takes you in. And then what you're writing is then of value to suppliers, customers, investors, planners in a local area that wants to attract your business, and so on. There are many other people who rely on the honesty of the information they're being given. And that public interest element becomes a key driver of ensuring that auditors provide information that's useful. Auditors have a very privileged place in the in society. I mean, they get to see information nobody else gets to see, and they see it in a very special way. So if you take a very simple example, if an auditor in a company discovers that the entire company is siloed and nobody talks to anybody else and it's run in a very brutal way, and yet the company is saying publicly that it's a wonderful, collegiate, happy place and everybody cooperates across boundaries, then I think the auditor should be calling that out to say, actually, it's not how it is. And what we saw was a highly siloed, combative internal organization. And that information becomes, of course, what the first thing they would do is you'd say to the directors, that's what we're going to do. And the directors, of course, will say, no, don't do that. But they will go away and think about how they change their organization. And if they don't, it's only in the extreme, then the auditor would lay it out. And that's sort of part of this public interest objective. I think the principles around fraud and having clarity that they have a role in trying to discover fraud. It's not just bloodhound against watchdog. That's a second area of the principles. And then the skepticism and suspicion becomes a key part of that also. En terwijl hier in Amsterdam de zon langzaam ondergaat, gaan wij praten over principes en standaarden zoals u juist Bryden verder hoorde toelichten. En dat doe ik met partner bij EY, hoogleraar Audit and Assurance aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Peter Eimers. En hoogleraar Financial Accounting aan diezelfde Vrije Universiteit, Kees Kamferman. Heren, goedemiddag, welkom. Kees, misschien met jou beginnen, want jij hebt een historische analyse gedaan van de discussie waar we het eigenlijk ook vandaag over hebben. De accountantscontrole, hoe dat zich heeft ontwikkeld en ook de kritiek op het beroep. Wat is het belangrijkste wat daaruit gekomen is? Nou ja, het is natuurlijk onmiskenbaar dat er in de afgelopen 40 jaar een enorm pakket aan regels en standaarden is ontwikkeld. Op gebied van auditing, op gebied van verslaggeving. En dat is niet verkeerd, dat heeft wel geleid tot kwaliteitsverbetering. Maar tegelijkertijd zie je dat er ook wel een breed gevoel van onbehagen is. Dat er ook wel een, op een of andere manier iets dysfunctioneel is aan het hele pakket aan standaarden. En Bryden zegt er wel iets over hoe dat komt, maar hij gaat er niet heel diep op in. En ik zeg het soms wel eens zo. Ja, als samenleving krijg je de standaarden die je verdient. En daar bedoel ik dit mee, dat we het als samenleving best lastig vinden om heel duidelijk en eenduidig te zeggen wat we van ondernemingen en hun verslaggeving en accountants verwachten. De meeste mensen hebben niet zo heel veel zin om daar op detailniveau over na te denken. De mensen die dat wel willen, hebben vaak hele concrete en tegenstrijdige belangen. En het is geen goed klimaat om een mooi, uitgewogen, evenwichtig pakket aan standaarden te ontwikkelen. Er zit ook geen rem op, dus het wordt meer en meer en meer. Dus daar zou je ook wel wat aan moeten doen, want alleen maar zeggen dat principes belangrijk zijn, helpt niet als er geen duidelijke grens is aan de hoeveelheid standaarden. Ik zeg soms wel eens voor de grap van, nou ja, misschien moet je gewoon een paginalimiet instellen. Er mogen niet meer dan 500 pagina's auditstandaarden zijn of zo. Ja, en jij zegt dus eigenlijk van principes is goed, het heeft wel standaarden nodig. Maar misschien moeten we eens kijken naar hoe ver we gaan met de standaarden. Niet zozeer als accountants, maar als maatschappij. Begrijp ik dat goed? Ja, nou ja, en de vraag is hoe organiseer je dat? Dat is het lastige. Want veel mensen hebben helemaal geen zin, zal het ook zijn, om erover te praten. En het wordt by default overgelaten aan accountants om het te ontwikkelen. Maar die maatschappij die vaak wel moeilijk vindt om te zeggen wat ze precies willen, die wil wel graag achteraf de accountant kunnen aanspreken of fouten. Ja. En dat hebben we nog niet voor elkaar. Een goede maatschappelijke dialoog over wat we nou precies
verwachten van die verslaggeving. En je kunt het op het niveau van principes neerzetten, maar dan krijg je onvermijdelijk weer discussie over wat dan concreet moet gaan betekenen. Want we vertrouwen de ondernemingen en de accountant ook weer niet zoveel dat we dan zeggen van nou ja, ga dan maar je gang met die principes. We willen wel graag het recht houden om te zeggen ja, maar dit had precies zo gemoeten. Ja. Ja, Peter, Kees schetst een beeld van meer en meer standaarden. Je zei de standaard, we krijgen de standaarden die de maatschappij verdient. Jij bent ook jarenlang voorzitter geweest van het Adviescollege voor Beroepsreglementering. Dat ging onder andere over de standaarden. Herken jij dit beeld en is er iets in je dat zegt, ja, we moeten een balans zien te vinden tussen principes en standaarden? Ja, absoluut. Die balans moeten we zeker vinden. Maar even ter correctie. Dat de standaarden gemaakt worden door accountants, dat is maar voor de helft waar. Mm-hmm. De International Audit and Assurance Standards Board, waar Arnold Schilder tot voor kort de voorzitter van was, bestaat uit 18 leden, waar maar 9 in de praktiserende accountants zijn. De anderen zijn academics, regulators enzovoorts. Dus het is juist in die brede context. Daar zit een hele governance omheen. En juist in die brede context wordt ook vanuit de wereld verwacht, ook van regulators en ook beleggers verwacht, dat accountant zijn werk heel robuust doet. En het lastige bij je houden alleen maar aan de 10 principes van Bryden bijvoorbeeld, goed als uitgangspunt. Maar jij kunt wel zeggen, ik kan goed auditen, dus laat me nou maar. Maar ook je buurman en andere mensen op kantoor en andere accountants, die moeten het ook doen, want anders heb ik er last van. Dus het is dus ook in ons belang dat de andere accountants hun werk ook goed doen. En dan is het goed als je consensus hebt over wat je moet oppakken. En over die principes, heel specifiek, de HRA-bundel is meer dan 1600 pagina's. Maar als je die standaarden goed leest, dan zie je elke keer, elke standaard is gebaseerd op principes. De doelstellingen van de standaard zijn principes gebaseerd en heel logisch. Ja, maar misschien wel op principes gebaseerd. En tegelijkertijd is de vraag, en dat suggereert Bryden natuurlijk ook in zijn rapport, we zijn ondanks die principes te veel op een tick-the-box terechtgekomen. Ja, dat hoor ik ook en dat ervaar ik soms ook wel in de praktijk. Aan de andere kant is het zo dat je, als je de standaarden goed leest, dan zie je de vereisten uit de standaarden zijn ook, ze helpen om dat doel te bereiken. Een voorbeeld, als je risicoanalyse doet, conform standaard 315, dan wil je zo breed mogelijk insteken, want als je risico niet hebt onderkend, ga je er ook niks aan doen. En dus moet je breed kijken. Niet alleen naar de interne processen, maar ook naar de IT, naar de toon uit de top, naar de externe omgeving, alles wat er speelt. En nu rond COVID bijvoorbeeld, dat je er ook rekening mee houdt. Dus je moet allemaal naar die elementen kijken, dat staat er. Alleen die standaarden moet je vervolgens per firma weer neerzetten in een auditmethodologie. En die scherpe randjes in this is how we do it, dat zie je per firma gebeuren. En dat zijn huisregels om ook te zorgen dat je een consistente aanpak hebt. Dus die lastendruk die komt deels uit de breedheid van de toepassing van de principes, maar ook door de wens en de noodzaak om een consistente toepassing te hebben. Ja. En dan blijft het elke keer wel belangrijk om boven het maaiveld uit te komen of de helikopter te pakken en dan te bedenken, waar ging het ook alweer over? Ja. En als je zo de standaarden leest, dan kom je er beter doorheen. En Kees, dat zeg jij ook eigenlijk. We moeten wel voor consistentie zorgen. We moeten wel kunnen zorgen dat we een gelijke basis hebben. Bryden suggereert 10 principes. Een aantal daarvan herkennen we denk ik uit wat wij al hebben. Maar misschien zijn er 1 of 2 waarvan jij zegt, nou, die verraste mij wel of die sprak mij specifiek aan. Ja, ik zou denken dat als je aan een accountant van pakweg 60 of 70 jaar geleden gevraagd hebben, wat vind je van die principes, zou die waarschijnlijk zeggen, nou, best een aardige manier omschrijven wat ik beoog te doen in mijn beroep. Op 1 aspect na, denk ik. Dat is wel nieuw naar mijn idee, want dat was 60 jaar geleden niet zo. Het idee dat de accountant zelfstandig een rol heeft om de maatschappij te informeren over wat er in de onderneming gebeurt. En zelfstandig informatie naar buiten kan brengen. Dat is echt nieuw. Althans, dat is wel duidelijk een afwijking van wat we tot nu toe deden. Nou, daar kun je van alles van vinden. Ik vind het een interessante gedachte. Alleen je kan zien aankomen dat op dit terrein, waar nu uiteraard nog geen standaarden voor bestaan, want het is nieuw, dat daar heel snel een heel pakket aan regelgeving komt. Want dit is typisch iets waar je heel erg ruzie over kan krijgen, lijkt mij. En waar mensen ook niet zomaar zullen accepteren dat de accountant een afweging heeft gemaakt om bepaalde informatie niet openbaar te maken, terwijl andere mensen vinden dat hij het eigenlijk wel had moeten doen. En Bryden zegt eigenlijk, ja, we moeten gewoon slimme standaarden bedenken. En daar zijn we het allemaal over eens natuurlijk, maar dat is het punt. Hoe kom je daar?
Ja, ja, exact. En dat is nog wel, zeg jij, een worsteling die we tegemoet gaan. Hoe vinden we, nou ja, wat ik daar straks ook al suggereerde, een balans. Maar hoe zorgen we ook voor iets wat consistent is, werkbaar. Hij suggereert tegelijkertijd ook dat accountants meer suspicious moeten worden. Meer dan alleen sceptisch. Peter, jij werkt natuurlijk ook in de praktijk bij EY. Waren dit nou twee termen waarvan je dacht, ja, kom nou even. Of dacht je, ja, hij heeft wel ergens een punt. Hij heeft wel een punt, alleen in de standaarden staat het al heel duidelijk. Al meer dan 50 keer in de standaarden komt professional scepticism voor. Omdat het ja, maar suspicion is natuurlijk het specifieke wat hij toevoegt. Ja, ja. Nou ja, het is wel zo dat je ook in het kader van de standaarden moet bedenken dat als de maatschappij meer gaat vragen van de accountant, dat je daar naartoe zou opschuiven. Maar wat ook in de standaarden op dit moment is, dat we geen forensic auditor hoeven te spelen. Je hoeft niet elke uitspraak van een klant te wantrouwen. En dan totdat je in ons weegt vaststellen dat het allemaal klopt. Er zit wel een paar gradatie in. Dat is een ander type onderzoek. Maar als de maatschappij daar meer om vraagt, bijvoorbeeld ook met behulp van moderne technologie, om met data, zowel interne als externe data, en dat te koppelen, om daar meer aan dieper aan te doen, ja, dan is daar best beweging in die standaarden mogelijk. Sowieso kan dat onder de huidige standaarden al. Alleen, om dat te zeggen dat je in elke audit altijd data-analyse moet toepassen tot het gaatje, zeg maar. Dat is maar de vraag. En dat vragen de standaarden niet. Maar dat schuift denk ik ook wel op. Want ja, als er straks een fraude is die je makkelijk had kunnen zien met data-analyse. Ja. Dan kun je zeggen, ja, het was niet verplicht. Nee, ja. Maar had je het wel gedaan? Had het wel moeten zien, ja. Ja. Ja, dat schuift dan in die zin op. Ja. En toch even nog dat punt over die dat de accountant zelfstandig, een van die principes, één zelfstandig gaan rapporteren. Dat is er al. Hè? Mm-hmm. In het kader van de uitgebreide controleverklaring is het accountant gerechtigd om in een key audit matter iets te schrijven wat hij nodig vindt. Of in ook in een audit matter. Ja, maar, alleen dat, ja. Maar wat zegt, en zegt Brian terecht, dat recht heb je. De hele jaarrekening is van de ondernemer en die ene pagina of die paar pagina's zijn van de accountant. Dan heeft hij een pen in handen. Alleen, het is niet zo chic om daar zelf zo nodig zelf naar buiten te gaan. Dus de stijlfiguur die Brian ook beschrijft wat het zou moeten zijn, gebeurt ook. Accountant zegt, sorry, als jij dit opschrijft, dan ga ik daar iets over zeggen. Waarop de klant kan zeggen, wacht even, ik schrijf het anders op. Ja. En dan zal het iets genuanceerder uitkomen. Ja, ja, en hij suggereert eigenlijk een iets grotere vrijheid voor de accountant inderdaad om voorbij key order matters te gaan. Wat is voor jullie beiden heel kort het ene ding waarvan je uit het rapport van Brian zegt, ja, daar moeten we echt mee verder? Hoofdzaken versus bijzaken. Proberen met elkaar toch die tendens die we allemaal hebben om steeds weer te focussen op kleine details te vergeten en toch weer terug te gaan naar de vraag, wat is nu de essentiële boodschap die we willen hebben uit die jaren? In zekere zin terug naar de kern. Ja. Ja. En voor jou, Peter? Ja, ik zou vooral zeggen, blijf niet hangen in de standaarden en dat die moeten verbeteren. Je kunt met de huidige standaarden heel veel doen. Mm-hmm. Dus blijf ook innoveren vanuit de praktijk. De best practices komen niet van standard setters. De standard setter zal niet de driver zijn van innovatie. Dat doet de praktijk. En als best practices gaan landen, dan zal de standard setter zeggen, Dan kan ik daar wereldwijde standaarden van maken. Dus ga vooral aan de gang, ook met de huidige standaarden in de hand. Er is heel veel mogelijk. Dank jullie wel. Partner bij EY, hoogleraar Audit and Assurance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Peter Eimers. En hoogleraar Financial Accounting aan diezelfde Vrije Universiteit, Kees Kamferman. En dan zijn we toegekomen aan het derde deel van het interview met Brian, waarbij we inzoomen op de rol van de misschien wel belangrijkste gebruiker, de aandeelhouder. En Brian voorziet daar een belangrijke rol voor. Ik vroeg hem hoe hij dat voor zich ziet. I've made some practical recommendations as to how investors can become more engaged in the process. So I recommend that companies publish their risk report roughly halfway through the year or ahead of the time that the audit committee is agreeing the scope of the next audit, and then inviting views from shareholders, easily done through a website, as to whether there are any areas in the company they particularly want attention paid to in the audit. Now, in most cases, there won't be. In most cases, investors will neither have the time nor the energy to contribute much to that debate. But in areas where it's really important, I think they will, and it'll become a standard practice. Very noticeable in the Carillion case in the UK, many big investors said, well, we didn't own Carillion stock because we knew that it wasn't
properly run. Well, they had the chance, if this process had been in place, they could have influenced the audit, they could have flushed out the issues, and maybe they could have changed the company for the better as a consequence. So that's one practical example of involvement. Second one is in the constitution of an audit and assurance policy, where the audit committee lays out to the investors very clearly how the auditors were engaged, how the scope was constructed, what's inside scope, what's not inside scope, and so on, and invites the investors to say, for that particular company in these particular circumstances, that's the appropriate policy. And then they vote, an advisory vote, but they vote maybe once every 3 years or on a rolling annual basis, whichever suits the company. But try to get the investors engaged in the process, thinking about it. I was very struck by one major investor, very major investor, who simply said he doesn't read the audit reports because they don't add any value to him. It's entirely binary. Well, they should be adding value, and here's a way of them influencing the inputs to have better outputs. Right, right. But that also means you see, how should I say, like a quite a different level of responsibility for shareholders in this whole process and the quality of audits, right? Absolutely. And those shareholders, by and large, are, there's a big agency problem we all know, but those shareholders, by and large, are curating other people's money. And they have a responsibility to invest that well. And part of that responsibility is to ensure that the companies they're investing in are properly run. And part of that is to ensure that they've got the right information, and part of that is to influence how that information is produced. So they have already got, I think, those responsibilities, but this calls it out very clearly. Right. Now, there's, of course, one more party with a significant role and responsibility with respect to audit, if we read your report, which are the directors of the company. And as you state in the report, they should also fulfill certain obligations. Can you say a little more on that? What do they need to do, in your view, for a complete, comprehensive, high-quality audit? Yes, and I just start by saying it's not auditors that cause companies to go bankrupt. It's directors who cause companies to go bankrupt. First of all, start with the audit committee. The audit committee does need to be independent. An audit committee chairman who is simply regurgitating material written for him by the finance department isn't doing his job as an independent audit committee chair. The audit committee chair should be negotiating the fee. The auditor should be in no doubt who their client is, and the client is not the CFO. The client is the independent directors through and the audit committee. So by laying out an audit and assurance policy, the audit committee has to take responsibility for making it very clear what their role is in assurance. And I think that will shine quite a light onto a lot of companies where the audit committee process is nothing more than a rubber stamping exercise. And we can do a lot better than that. I think I've added to that responsibilities on auditors, on directors, for example, to make it very clear that they have a responsibility in trying to fraud and have to lay out why they've done so. I think they've got a responsibility to say that the dividends they're proposing don't threaten the capital of the company. And again, there's a role for the auditor in assuring those statements. So I think the directors have to take very clear responsibility as well. In this process. And that will be a challenge for them, I assume, to really say, like, I am under control and I've done, you know, taken sufficient efforts for fraud risk management, for example. Yes, and then you've got the whole question of internal controls. And I think we're moving in the UK to a version of Sarbanes-Oxley where we don't want to destroy our unitary board in the UK. But nevertheless, directors will have to say what they've done to satisfy themselves about internal controls in a rather more precise way than they do today. U hoorde Bryden over de rol van de aandeelhouder. Maar dat roept natuurlijk ook de vraag op, wat is het dan voor het bedrijf? En wat is de rol van het bedrijf? We gaan daarover praten met Eva Eikelenboom. Zij is beleidssecretaris VNO-NCW MKB Nederland. En met Paul Koster, directeur vereniging Effectenbezitters. Beide welkom. Dank.
Eva, om met jou te beginnen. Er komt in gedachten van Bryden een grotere rol voor de aandeelhouder. Er komt ook een grotere rol voor de auditor. Het bedrijf, het bestuur moet een audit and assurance policy publiceren. De risicoanalyse tussentijds bekendmaken. Komt het bedrijf niet klem te zitten tussen de aandeelhouder en de auditor in dat denken van Bryden? In het denken van Bryden wil hij vrij veel voor de ondernemer. Maar als we het naar Nederland trekken, dan denk ik dat in Nederland is het al zo dat de ondernemer communiceert al. Die communiceert natuurlijk al veel met zowel de accountant als de aandeelhouder. Er zijn al gesprekken over de risico's binnen de vennootschap dan wel. Niet nog in eerste instantie zoals Bryden dat die zegt, elke half jaar moet dat gepubliceerd worden. Daarvan denk ik dat dat vrij ver gaat voor de ondernemers. Vragen ze ook, gaan aandeelhouders daarop reageren? Tot op heden hebben zij al heel veel mogelijkheden om binnen de bestaande structuren hun wensen ook kenbaar te maken. Dus komt de ondernemer klem te zitten? Dat denk ik niet. En je zegt van de aandeelhouders hebben wellicht al heel veel mogelijkheden en al veel inzicht in de risico's. Paul, de enige die daar echt goed op kan reageren ben jij natuurlijk. Ja, dank. Ik denk dat Bryden een paar hele belangrijke opmerkingen maakt die echt ook voor de aandeelhouder belangrijk zijn. Het gaat om de informatie naar de aandeelhouder, zodat hij een investeringsbeslissing kan nemen op goede informatie, gebaseerd op goede informatie. En hij doet een suggestie waar ik echt voor ben, die ook moeilijk zal zijn te implementeren. En dat is, laat de accountant ook de ruimte om dingen te zeggen die niet noodzakelijkerwijs al gezegd zijn door de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Dat geeft de mogelijkheid aan de accountant om toch op een aantal punten accenten te leggen. Dat is voor de aandeelhouder, maar ook voor de markt, een heel belangrijk iets. Daarnaast heeft hij ook dat er gesuggereerd wordt, laat die risicoanalyse zien. Voordat je de audit gaat laten plannen en de accountant daar natuurlijk druk mee is, laat ook de aandeelhouders eventueel ondernemingsspecifiek indicaties geven. Dit zijn de elementen waar wij graag aandacht voor willen. Dat betekent dat je een veel scherpere invalshoek krijgt en dat de aandeelhouder ook niet zo gemakkelijk later kan terugkomen en zeggen, dat hebben jullie allemaal gemist. Want hij heeft ook zijn zegje mogen doen. Het ontslaat de onderneming niet van allerlei verplichtingen en ook de accountant niet. Maar het helpt om de informatieverstrekking naast die accountantsverklaring te verbeteren. Ja, en als je dan kijkt naar met name even dat punt van risicoanalyse. De aandeelhouder die daar een belangrijkere rol in zou moeten spelen, volgens Bryden. Als we dat in Nederland gaan implementeren, laten we dat ons even voorstellen. Is dat überhaupt haalbaar voor aandeelhouders? Kunnen jullie dat leveren, wat hier wordt gevraagd? Ik denk het wel. Ik denk dat we al ons best doen. Dat kan natuurlijk altijd beter. Je bent nooit volleerd. Maar er zijn duidelijk voorbeelden waar we proberen accenten te leggen. Hebben we ook recentelijk gedaan in de brief naar de ondernemingen en de accountant, waar wij graag willen dat er aandacht wordt besteed aan de bepaalde omstandigheden. Maar het gaat er met name om dat, het werd al even genoemd volgens mij door Peter, die standaard 315, ken de onderneming en ken de omgeving. Dat is waar wij als aandeelhouder toch meer van verwachten. Eva, je hoort Paul ook over de rol van de aandeelhouder, de rol van de accountant. De rol van het bedrijf wordt natuurlijk ook nadrukkelijk benoemd in het rapport van Bryden. Waren er één of twee dingen waarvan jullie bij VNO-NCW MKB Nederland zeggen, ja, daar zouden wij wel graag mee aan de slag willen, want wij zijn onderdeel van die keten van een effectieve en kwalitatieve audit? Ja, in principe, de audit kan niet plaatsvinden zonder dat er verslaggeving is. En die verslaggeving komt vanuit de ondernemingen. Wat eigenlijk Bryden die pleit sterk voor de aandeelhouder die ook meer informatie heeft. Maar vanuit VNO-NCW MKB Nederland, het jaarverslag is breder dan alleen de aandeelhouder. Het moet natuurlijk informatie bevatten voor de brede groep stakeholders. En dat is zeker iets waar we aandacht aan besteden en onze leden ook in
in meenemen. Dus dat is, en ook de constructieve dialoog die er plaatsvindt, dat is ook van belang voor de ondernemers. En ook voor de keten om te komen tot een mooie samen, zeg maar, met de hele keten de verslaggeving. Over samengesproken en iets waar we misschien allemaal iets aan hebben, de accountantsverklaring. Hij is al uitgebreid. Peter Eimers zei daar zojuist ook al iets over. En er komt een vraag binnen van Tjibbe Bosman, die zegt: ja, een gedetailleerde accountantsverklaring, draagt het nou wel bij aan het winnen van vertrouwen? Hè? Bryden zegt ook: we moeten het hebben over het vertrouwen in de onderneming en haar verslaggeving. Helpt dat nou wel? Of denk je dat gebruikers het eerder zien als een disclaimer? En dan beschouw ik jullie beide maar even als gebruikers. Paul, je staat te popelen. Ja, ik sta te popelen, want ik denk dat dat net iets te eng is gedefinieerd. Het gaat erom dat, al op gewezen werd, wat even zei, ook om het verslag. En bijvoorbeeld de audit committee heeft een verslag. In aanvulling op die accountantsverklaring, daar kun je veel uit leren. Alleen wat we tot nu toe zien, en daar wijzen wij ook steeds op, dat accountants, die audit committee verslaat toch eigenlijk wel heel beperkt. En dat moet echt aanzienlijk beter. We zijn niet geïnteresseerd dat ze elkaar 7 keer hebben ontmoet. We willen graag horen, waar was het debat over? Waar zat spanning in de balans? Waar had de accountant een hele duidelijke andere visie dan het management? Dat willen we graag horen. Dan winnen we. En dat in aanvulling op een accountantsverklaring die ook iets gedetailleerder is, is denk ik een geweldig winstpunt. Maar dan zeg je dus ook, daar waar het gaat over verschillen tussen bestuur en accountant, laat de auditcommissie dat... Ja, ik denk dat dat een van de grootste omissies is. Je ziet natuurlijk een natuurlijke tendens bij het bedrijf zelf om toch dingen stil te houden. Ik denk dat we naar een tijd moeten waar eigenlijk Bryden ook op wees. En dan had jij de vraag over suspicion. Dat is misschien wel een hele negatieve term die al snel leidt tot van nou vertrouw je me niet. Waar ik eigenlijk zeg, het is dat professional skepticism gecombineerd met de culture of challenge. Je moet als accountant de bereidheid hebben en ook de kunde om het management te challengen. En Eva, hoe zie jij dit? Paul zegt, nou laten de audit committee uitgebreider rapporteren. Jullie leden zijn niet alleen bedrijven met een audit committee. Dat beseffen we ons natuurlijk niet hier. Maar hij zegt ook, laat besturen van bedrijven de verantwoordelijkheid nemen om uit te leggen wat ze hebben gedaan aan fraude, risicomanagement. Hoe hun interne controles in elkaar zitten. CQ, hoe ze dat beheersen. Durven, denk je, de leden van VNO, NCW, MKB Nederland die verantwoordelijkheid aan? De leden met een auditcommissie die die hebben ook vanuit de corporate governance code natuurlijk al de guidelines om informatie te delen. En als VNO staan wij ook achter die corporate governance code, dus dat lijkt me het is goed om op die manier informatie te delen. Er zijn veel bedrijven die hebben geen auditcommissie. We hebben ook geen raad van commissarissen. Maar ook daarbinnen zie je dat de familievennootschap, die zitten met elkaar aan de keukentafel. En ook daar is het natuurlijk van belang dat het gesprek plaatsvindt. En het bredere belang, niet alleen van de aandeelhouders, maar de bredere groep stakeholders ook meegewogen wordt. En de accountantsverklaring, of die dan... of dat dan een disclaimer is, de uitgebreide. Dat denk ik zeker niet. Sterker nog, in mijn proefschrift heb ik dat ook geconstateerd. Dus dat is een degelijk informatie toe. Een aanvulling doen. Het is dus waar Bryden ook heel terecht op wijst, is dat de accountant heeft natuurlijk een rol om te kijken naar de transacties die hebben plaatsgevonden. Maar hij wijst ook op de toekomst. Je kunt niet meer als accountant functioneren als je niet ook aandacht besteedt aan de toekomst. Hoe zijn de assumpties van het management? En dan kom je eigenlijk weer terug op die bredere verklaring. Laat het management juist in deze tijd, waar heel veel van de balans eigenlijk niet meer zichtbaar is, waar de inhoudelijke, de immateriële activa een zo belangrijke rol spelen in het verdienmodel, dat moet beter toegelicht. Daar heeft de accountant een prominente rol, ook vanuit zijn privileged position om als accountant in de onderneming te kijken. Tot slot, heel kort, we hebben het hier over het Bryden Report en hoe we dat in Nederland eigenlijk zouden kunnen implementeren. Maar we kunnen ook nog even naar de andere kant kijken. Wat is nou het ene ding uit dat Bryden Report waarvan je zegt, nou daar zijn wij het gewoon echt mee oneens?
stilte betekent dat jullie het overal mee eens zijn natuurlijk. De halfjaarlijkse risicopublicatie. Dat is te veel, zeg je? Dat is te veel. Ja. Paul? Nou, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Je moet, denk ik, een risicoanalyse zo doen dat het iets langer stand houdt dan 6 maanden. Anders dan lijkt het alsof je de hele tijd achterna gezeten wordt door onzekerheid. Maar er is wel duidelijk behoefte aan veel meer inzicht in een risicoanalyse. En niet zoals vroeger wel eens gebeurde bij een van de jaarverslagen, dat je zoveel risico's genoemd zag dat je er één miste. De marsmannetjes waren nog niet geland. Zeer veel dank voor jullie toelichting op de rol van aandeelhouders, de rol van bedrijven, maar ook de rol van accountants. Eva Eikelenboom, beleidssecretaris VNO-NCW MKB Nederland. En Paul Koster, directeur Vereniging Effectenbezitters. Dank jullie wel. Dank. Stel dat de aanbevelingen van Bryden worden overgenomen of in ieder geval delen daarvan. Wat betekent dat dan voor de auditor en de opleidingen van die professional? Daarover ging ik in gesprek met Robert Hodgkinson. U heeft hem eerder gezien. En mijn eerste vraag aan hem was wat de aanbevelingen die Bryden doet zouden betekenen voor ICAEW. And there's two pieces of work I'd refer to here. One is an audit manifesto, which we've developed, which comes out of work over many years in something we call the Audit Futures Initiative, which has been saying that whatever this new Institute of Corporate Auditors would look like, it would need, as Bryden suggests, a focus around auditing. We're a broad accounting body, but Sir Donald's criticism is that auditing deserves its a separate institution which involves people who aren't accountants. So we think that In developing that identity, you'd need to think very strongly about the purpose of audit, the identity of auditors, what it is that distinguishes them, what characterizes them. Think about them as a community of people who share experience of doing a really difficult job. Then think of their education, not in terms just of passing exams to get a license, but of sharing their experience of the difficult job that they do. And then they'd have a different mindset, maybe to the way that audit as a highly regulated industry is thought of, that they would be people who would see needs and say, how do I design a solution to those needs? So this is work that we already have in place, because if you are going to develop this Institute of Corporate Auditors, you don't just want to incorporate a body and give it a name and say, so right. It'll work. No, it won't. We'd need to really do some thinking about the soul of this organization. Yeah, you talked about identity, sharing experiences amongst others. And if you read Bryden, he talks also a lot with the principals about the change in behavior. What would that mean, you think, for an organization such as ICAEW in that situation? Well, first of all, I need to make sure that we don't diminish what we already do at the moment, because we think that in the way that we develop our people who become our members, that actually we do require quite rounded personalities, people who understand business. But of course, if we take the challenge that's in Bryden to think a lot more about behaviour, then I think that this is something which we should emphasise a lot more, that it goes in tandem with technical knowledge, that you can't deliver that without a strong personality, an ability to interact with people. And we think that actually, if we get that right, it will make auditing far more attractive, because there's many questions about, is the profession attractive enough? And we talk about regulation making it less attractive. Well, actually, we need to make it attractive by emphasizing that you're using technical skills, but it's to deliver a result, working with people, which is attractive, I think, to potential joiners of the profession. Would you see a different membership of ICAEW, a different type of persons with all these changes that you are discussing? Well, again, I don't want to diminish the quality of the members we've got. So if they hear this, I don't want to say that they're not already well-rounded people. However, I think we'd all recognise that we would want to keep challenging our existing members to be better and attract more people, that we're attracting the brightest and the best. So I think that we can attract people and retain them in audit by having a sort of bigger emphasis on the purpose of audit,
the design mindset that I talked about before, that people would think, what am I trying to achieve and how can I innovate to do that? And I think that we'd also want people to think that they are, in this qualification, that they are picking up strategies for dealing with, I'll say, difficult people or people with different personalities. Right, exactly. A very attractive idea that, do we have more of a grounding in behavioural disciplines, psychology, so that we understand people better. So we're able to, as auditors, people think, I've actually gained a lot of insight which will be useful in any business career because I need to understand people, I need to be able to read them and know how to handle them well. U hoorde de bevindingen en gedachten van Robert Hodgkinson van het Institute of Chartered Accountants in England en Wales. En intussen zijn hier twee gasten bijgekomen met wie ik ga praten over opleidingen en ik denk ook over gedrag. Want de eerste is hoogleraar Behavioral Research in Auditing aan Nyenrode Business Universiteit en Academic Director van de accountantsopleidingen, Olaf Bik. Goedemiddag. En auditor bij EY Seren Guven. Je zal maar een dag hebben dat je examen externe verslaggeving doet, mondeling, en je slaagt. En dat is toevallig op dezelfde dag dat je gaat praten over opleiding. Seren, gefeliciteerd. Dank. Fijn dat je hier toch kan zijn. Jij bent auditor op dit moment bij EY. Je hebt Bryden gezien. Je hebt denk ik ook zijn rapport gelezen. In hoeverre herken jij je al in die auditor die Bryden beschrijft? Ja, de auditor die hij beschrijft is eigenlijk een afvinker. Dus daar komt het eigenlijk een beetje neer, hoe ik het opmaak uit zijn interview. En dat is eigenlijk verre weg van hoe ik word opgeleid en de werkzaamheden die ik nu doe. Want ik leer op de opleiding erg om te discussiëren over gebeurtenissen, casussen. En dat doen we ook op het werk met mijn collega's. Dus ik kan me niet helemaal vinden in de auditor die hij misschien schetst. En ik schets hem nu ook heel zwart-wit, hè, hoe hij hem omschrijft. Als je een auditor, zeg maar, de definitie zou kijken, het vertrouwenspersoon van een maatschappelijk verkeer, daar kan ik me wel in vinden, maar niet in een afvinker. Nee, en hij beschrijft tegelijkertijd heel veel principes, hè, 10 principes, waarvan wij denk ik een aantal echte herkennen, maar waarvan ook enkele, we bespraken ze eerder, toch wel nieuw zijn. Olaf, jij hebt ongetwijfeld die principes gezien en zeker vanuit behavioral research. Waren er, toen je naar die principes keek en ten opzichte van wat we nu doen in onze opleidingen, vragen die bij jou opkwamen of gaten die jij ziet waar wij toch aandacht aan moeten besteden in Nederland? Ik denk dat het vooral laat zien hoe mooi het beroep is en hoe centraal de professionele autonomie ook van dit beroep staat. En het valt me op, als ik één gat mag noemen in het rapport, hij praat over een industry, en we praten hier ook over een sector. Nee, het is een professie. Ja, en als je dan kijkt naar die professie, hij zegt het is eigenlijk een zelfstandige professie. Het is niet een accountant die accounting doet en dat audit. Het is eigenlijk een veel breder beroep. Hoe zie jij dat vanuit alles wat je doet bij Nyenrode? Als ik hem even vertaal naar de opleiding, denk ik dat het een aantal dingen betekent. Ik denk dat het allereerst een herwaardering voor de academische wetenschappelijke opleiding is. En ik zou wel eens de discussie aan willen gaan de komende tijd of de meer technische aspecten van de opleiding niet veel meer in de praktijk thuis horen. We hebben tegenwoordig ook een prachtige praktijkopleiding natuurlijk met z'n allen opgebouwd. En of we de academische opleiding op de universiteiten niet veel meer moeten richten op die principes. Bryden heeft het ook over psychologie, over ethiek, over cultuur, over gedrag. En ik denk dat dat wel zou moeten betekenen dat we iets meer ook de klassieke academische vakken op de universiteit moeten onderwijzen, zodat we ook een blijvend academische interesse in het beroep instillen, slecht Nederlands, en dat we ook dat voeden in een evidence-based public policy making, evidence-based discussie over de toekomst van het beroep. Ik denk dat, dus als ik één ding zou moeten noemen, is denk ik dat die academische grondslagen, dat spreekt mij zeer aan.
Ja, dus de opleiding moet academischer, zeg jij, ten opzichte van hoe we het nu doen. Seren, jij werkt in de praktijk. Herken je je in wat Olof zegt of zeg jij van, ik voel me eigenlijk wel voldoende voorbereid op alles wat ik nu moet doen in mijn dagelijkse werk? Nou, als we kijken naar het verleden van de accountantsberoep, is natuurlijk een beroepsopleiding geweest altijd al. En op een gegeven moment kwam natuurlijk een Master of Science bij, die je moest behalen om je RA-titel te halen. Dus ik zie ook dat de opleiding veel academischer is ingericht ten opzichte van een heel veel jaar geleden. Mm-hmm. Dus ik kan me heel goed vinden in wat Olof zegt. En Bryden die haalt ook een deel van het psychologische kant ook aan natuurlijk. En dat kunnen we misschien ook weer een beetje terugschetsen naar het academische. Dat is wel zeg maar het stukje soft skills wat ik echt op mijn werk meekrijg. En wat misschien nog niet helemaal in de opleiding terugkomt. Maar wel echt in je werk leert. En het is ook de juiste manier denk ik om dat te doen. Een van de dingen waar Bryden ook over spreekt is professionele autonomie. Dat gaat tot en met zelfstandig rapporteren. Dat is nogal wat als je dat moet doen als professional ten opzichte van een bestuur en een raad van commissarissen. Om daar dan soms doorheen te breken, denk ik, mogen we wel zeggen. Denk jij, Olof, dat we daar in de Nederlandse context meer aan zouden moeten doen om Bryden's adviezen hier in Nederland goed te implementeren? Als je daarmee bedoelt dat we dat de verantwoordelijkheid van de accountant er één is, één actor in de hele keten. Hè. Ik geloof erg in het collaborative network, wat een audit eigenlijk is. Het onafhankelijkheidsdenken is eigenlijk zo doorgeschoten dat we alleen maar naar de accountant kijken. Het komt in het Bryden-rapport ook ter sprake. Maar als er dus iets misgaat, spettert het natuurlijk ook op de broek van de accountant. Maar ook kan je dan de vragen stellen van waar was het management, waar was de auditcommittee. En daar kan de accountant zich natuurlijk niet achter verschuilen. Want een robuuste accountant moet ook de rug recht houden, de gevoelige zaken bespreekbaar weten te maken. Dus ik denk dat we daar in de Nederlandse accountantsopleiding, we hebben al een stap gezet met gedrag, ethiek en besluitvormingseindtermen. Maar dat mag wat mij betreft verder. En we noemen dat op Nijenrode de Professional Leadership Development Journey. Waarbij we ook heel veel aandacht besteden aan de professionele en de persoonlijke vorming. Omdat je als accountant. Noem dan eens een paar zaken waar je dan aandacht aan besteedt. Wat gebeurt er in die opleidingen die je geeft? Kijk, het begint heel erg bij ken jezelf ook. En wie ben jij als persoon? En je realiseren dat de persoon die jij bent, dat je die meeneemt naar de manier waarop je je audit doet. En of je wel of niet een stevige vraag durft te stellen. Of je wel of niet je rug recht durft te houden. Bijvoorbeeld ook over onderhandeling. We kijken vaak naar de hoogste auditpartner die aan het einde van een audit de controleverschillen met de cliënt gaat onderhandelen. Maar wat dacht je van de jongste assistent die bij die boze controller komt, die informatie nodig heeft? Dus het is een heel erg. Als ik één principe eruit mag lichten, is audit eigenlijk heel erg een sociaal samenwerkingsverband. Sociaal, de accountant staat daar niet alleen in. En ik denk dat we dat ons meer moeten realiseren. Seren, er is een vraag binnengekomen over de accountant met wat meer ervaring. Diegene die al 10, 15 jaar in het vak zit. En Olof, ik ga zo meteen jou ook de vraag stellen. Maar jij werkt met ze. Jij bent jong en fris. Je zit nog in de opleiding. Je hebt net allerlei zaken tot je gekregen vanuit de opleiding. En dan zie je je oudere collega's en die moeten dan mee in dat wat Olof allemaal net beschrijft. Loop je in de praktijk uiteraard zonder een naam te noemen, maar loop je in de praktijk wel eens tegen vraagstukken aan waar je zegt, ja, ik kijk daar eigenlijk heel anders naar. Ik heb het zelfs al anders gedoseerd gekregen, maar ik krijg jou niet meer veranderd. Nou, ik denk gewoon dat we binnen de praktijk niet één type accountant hebben. Mensen zijn natuurlijk allemaal heel verschillend, hebben hun eigen karakteristieken. En dat zien we ook gewoon terug in de top van onze, in mijn organisatie, in mijn firma's. Zie ik dat heel erg terug. En er zijn natuurlijk sommige managers waar ik me dan beter in kan identificeren dan de anderen. En ik denk niet dat dat per se te maken heeft met de account van 10 jaar geleden, want iedereen is verschillend en dat is ook nu in deze huidige generatie. Elke account kijkt verschillend naar, of account en opleiding kijkt verschillend naar alle cases.
Ja, maar Olaf zegt ook wel van ja, we moeten eigenlijk meer aandacht besteden aan gedrag. We hebben misschien in het verleden wel te veel gefocust op de techniek en de kennis, minder op het gedrag. Daarom gaan we nu dat verstevigen. Dat is ook hard nodig. Dus ik kan me zo voorstellen dat jij dan accountants ziet om jou heen, in brede zin, waarvan je zegt ja, ze begrijpen het wel, maar zoals Olaf net zei, een goede constructieve onderhandeling met een klant, dat zie ik soms moeilijk zijn. Het verschilt dus heel erg per manager. Sommigen die zijn er veel beter in dan anderen. Mm-hmm. En het is dus dacht de people skills die een persoon heeft. En het is niet een generieke accountant van 10 jaar geleden die heel verschillend is dan de future accountant. Nee. Zoals ik hem zie. Olaf, hebben we misschien een heel ander type accountant nodig als we gaan doen wat jij aanbeveelt. Namelijk veel meer focus op gedrag, kunnen onderhandelen, mensen kunnen meenemen. Dat zijn misschien wel hele andere skills dan de typische accountant, noem ik het dan maar even, heeft. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk niet dat het allemaal anders moet. Ik zie wel een verschuiving. En ik vind het echt een voorrecht om met de volgende generatie accountants te mogen werken. En een bescheiden bijdrage te mogen leveren aan die volgende generatie. Maar kijk nou zelf. Seren is een voorbeeld van zo'n student die zo actief is. En niet alleen hier, maar ook op de accountables. We zien ze overal met de young profs. Die bevlogenheid die spat eraf. Echt positief verrast door de volgende generatie accountants. En dan is het de verantwoordelijkheid van de oudjes, onze generatie, om dat vlammetje niet te laten doven, maar dat juist aan te wakkeren. En ik zie nog wel eens dat jonge accountancy-studenten bevlogen en puur het vak inkomen en na enige tijd afstompen. Dat moeten we echt niet meer laten gebeuren. Seren, wat is het belangrijkste waardoor jij eigenlijk als persoon en als professional uit het Bryden-rapport door werd geraakt? Dat we dus eigenlijk, wat ik ook al zei, een auditor is natuurlijk de vertrouwenspersoon van de maatschappij. En ja. Ik vind ook het werk dat ik doe, dat van toegevoegde waarde is. En dat is toch wel echt iets wat mij raakt, wat Bryden ook aangeeft. En dat het ook belangrijk is voor stakeholders. En jij, Olaf, ben je geraakt überhaupt? Nou, ik vind één ding heel mooi, daar spreekt Bryden over in zijn interview ook. The tandem of technical skills with strong personality. Ik zou dat willen onderstrepen vandaag. En dat past heel goed bij hoogleraar Behavioral Research in Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit. En ook Academic Director van de Accountantsopleidingen. Olaf, dankjewel. En auditor bij EY, Seren Guven, zeer bedankt voor jullie toevoeging aan dit evenement hier vandaag. Dank jullie wel. U heeft veel hopelijk gezien en gehoord vandaag over de kern van het beroep van auditor. Het rapport van Bryden. De rol van aandeelhouders, maar ook de rol van bedrijven. Het is dus de keten die verantwoordelijkheid moet nemen. En de keten die ook samen moet zorgen voor, ik zal maar zeggen, het beste resultaat. Op dus naar die kwalitatief sterke audit in gezamenlijkheid. We gaan daar zometeen nog even kort op terugblikken met Marlies de Vries en Marco van der Vechten. Maar voor we dat gaan doen, ga ik nu u nog het tweede controlewoord geven. En dat tweede controlewoord is opleiding. En misschien dacht u, wat zei je die nou? De tweede controlewoord is opleiding. Schrijft u dit woord weer op of voor die paar minuten onthoud het, zodat u het kunt invullen en straks in de e-mail die u na afloop ontvangt kunt opnemen en terugsturen aan het NBA. En dan heeft u uw PE-punt ook binnen voor vandaag, naast hopelijk een zeer interessante discussie die we hier gaan afronden met Marlies de Vries en Marco van der Vechten. Welkom terug nog even. Jullie hebben het belangrijkste deel, of het grootste deel moet ik zeggen, kunnen luisteren en kijken. Ja, de vraag is eenvoudig. Wat hebben jullie eruit uit opgehaald, uit meegenomen? Marco, ik begin bij jou. En dan dankjewel, Wim. Wat misschien de kijkers aan de andere kant zullen denken van god, het debat is af en toe best wel vooruitstrevend, hè, wat wij hier voeren. Misschien ook een beetje scherpte. Ik denk dat het komt, hè, om dat te duiden, doordat wij, denk ik, al wat langer als in de UK, want je zag ook hoe hard ze kunnen reageren, de weg kwijt. Ja, wij worden al wat langer gechallenged, gelukkig in Nederland. Hè. Dus door de AFM, hè, nu, en nu door de kwartiermakers en daarvoor MCA, CTA.
Dat heeft ons best wel gescherpt in het debat. Hè. Dus dat is in ieder geval mijn takeaway. En ik hoop ook voor de kijkers van ja, wij zijn al een stapje verder. Ja, en toch. Wat kan er scherper in Nederland als je naar het Brydon-rapport kijkt? Nou, ik denk waar het nu tijd voor is. Hè. Dus we hebben de debatten gehad in de Kamer. We hebben eind september nog een ronde tafel accountancy gehad. We hebben nu de kwartiermakers. En wat we nu moeten doen is denk ik de hand gewoon oppakken. Hè. Dus we zijn vanuit MBA bezig met een werkgroep rondom fraude, rondom continuïteit. Die hadden we, hè. Maar die krijgt een nieuw mandaat. Gaat nu andere dingen doen. En dat sluit heel sterk aan bij datgene wat Brydon eigenlijk ook toe oproept. We zijn ook bezig met een werkgroep een vernieuwing van de ORLT, hè, om juist ook een aantal dingen, hè, die Brydon ook benoemt, maar ook vanuit MCA en CTA zijn benoemd, om die ook echt tastbaar te maken en te gaan uitvoeren. Dus ik denk dat we die stappen nu kunnen gaan maken, Wim. Marlies, hoe is dat voor jou? Ja, wat ik merk en wat ik zo mooi vind aan het Brydon-rapport is die holistische benadering en dat het echt een fundamenteel ander denken is. Dus waar ik merkte in de discussie vandaag ging het nog vaak over die rol van de accountant om betrouwbaarheid toe te voegen aan financiële informatie, gaat het volgens mij nu, wat Brydon zegt, veel verder. Het gaat over deserved confidence. En dat is een gedeelde taak tussen het management en de accountant. En dat vraagt echt een andere manier van kijken. En als dat niet opgepakt wordt door de sector, dan gaat er een herhaling plaatsvinden, ook van de onderzoeken die we de afgelopen 125 jaar gehad hebben in Nederland. En Brydon refereert ook naar een rapport uit de jaren 60. We hebben in de CTA-tijd ook gekeken naar het rapport en de heer Schilder refereerde daaraan bij een eerdere sessie voor de boomers en millennials. Dat is over de accountant morgen. Dat is in de jaren 70 verschenen. Als het beroep nu niet gaat nadenken zelf, naar alle dingen, ook als Chris en ik als kwartiermaker straks klaar zijn, maar die uitvinding en die opnieuw uitvinding van zichzelf, daar is de sector of de beroep nu zelf voor aan zet. En anders gaat het zich herhalen en dan blijven de commissies komen en dan blijven dezelfde soort aanbevelingen komen. Dus pak die handschoen op. En ik denk echt met inderdaad de acties die Marco zegt, maar ook in het totaal, dat het beroep dan echt veel mooier wordt en een ontzettend mooie 125 jaar straks weer tegemoet gaat. Heeft de beroepsgroep hulp nodig, denk je? En dat bedoel ik niet alleen van jou en jullie werk, maar ook hulp in de zin van andere inzichten, andere professies misschien zelfs, die kunnen helpen om die fundamentele review nog sterker te doen. Ik denk dat je je kan laten inspireren door andere professies. Als je kijkt, hè, je moet geen cherrypicking doen uit Brydon met een aantal thema's. Je moet kijken naar het geheel. Dus een eerste stap is denk ik, en daar kan de MBA natuurlijk heel mooi bij helpen, om een soort leeswijzer te maken hoe je dat Brydon-rapport echt moet lezen en moet begrijpen. Wil je echt die fundamentele andere visie gaan neerleggen op het beroep. Maar ik denk dat je ook veel meer naar specialisaties moet gaan. We hebben het net gehad, Wim, over de medische professie. Hè? Dat zou een heel mooi voorbeeld kunnen zijn op langere termijn, waarbij je een hartspecialist hebt en een darmspecialist. Dat je dat ook hebt voor accountants die een specialisatie hebben op cultuur en gedrag, op duurzaamheid, op IT, op fraude. En dat je zo het team gaat samenstellen. Maar dat het veel meer kennis en continue educatie en continu maar blijven leren, die lerende houding, blijft enorm belangrijk. En dat is de sleutel. Dus ik denk dat de professie zich kan inspireren door anderen, maar de sleutel ook zelf in handen heeft. Ja, nou, ik denk dat daarop aansluitend, Wim, dat we ook hebben geleerd van wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Hè? Dat we externe stakeholders veel meer ook moeten toelaten en ook moeten meenemen in wat we als sector doen. Dus in de werkgroepen waar ik het net over had, die bijvoorbeeld met fraude en continuïteit bezig zijn. Ja, we moeten ook externe stakeholders daarin meenemen. Wat willen we dan gaan doen? Wat leren van zo'n Brydon-rapport en hoe gaan we dat doen? We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met VEB en Amedion. Die hebben een brief geschreven. De dialoog met de aandeelhouders waar Paul net wat over zei, die zien wij op deze manier. Paul noemt ook heel belangrijk, standaard 315, die kennis van de huishouding en dat vooruit durven kijken. Ja, als we die inzichten ook nu durven mee te nemen, en dat gaan we doen in de werkgroepen, dan laten we ons ook challengen. En dat hebben we denk ik wel te weinig gedaan de afgelopen jaren. We zijn heel sterk zelf gaan veranderen. En dat moeten we nu echt met anderen willen doen. Ja. Ja. Marlies, wat is het ene ding wat jij meeneemt uit alles wat je vandaag hebt gehoord, het Brydon-rapport zelf, waarvan zeg je, nou daar ga ik als het ware morgen mee aan de slag? Wat ik heel mooi vind is het lef en de openheid die Brydon eigenlijk vraagt vanuit de accountants. En ik wil dat heel erg meenemen in de vragen die ik stel en waar ik mee bezig ben. Omdat het verder gaat dan de termijn dat Chris en ik er nog zitten. Het gaat erover hoe gaat het beroep de komende eeuw weer verder. En
daar vind, denk ik dat lef en openheid een hele belangrijke sleutel zijn. En jij, Marco, morgen iets anders? Nee, ik denk ook dat wat hij doet in zijn rapport is dat hij ook de dialoog zoekt. Van ja. Wat is nou compliance versus kwaliteit? En wat verwacht je nou van die accountant? Hè? Dus daar, ik denk dat hij daar, hij noemt de verwachtingskloof. Ik denk dat we het daar niet over moeten hebben. Maar hij geeft wel heel duidelijk aan. Ga de dialoog aan. En wat moet je nou als accountant doen? En de discussie die ook Peter Eimers aangaf, de standaarden zijn standaarden. Alleen de uitvoering daarvan. We hebben in Nederland een grondwet. En in heel veel landen hebben we wetten. Maar de wijze waarop je die grondwet toepast, is in Nederland denk ik een andere als in een aantal andere landen. Dus, en zo gaat het ook met de standaarden. Dus de wijze waarop wij als accountants in Nederland het lef hebben om die handschoen op te pakken en die standaarden op de goede manier te interpreteren. Ja, ik vind dat Brian daar een hele mooie handschoen voor aanreikt. We pakken de handschoen op. Dank jullie wel beide, Marco van der Vechten, Marlies de Vries. En we zijn aan het einde gekomen van dit evenement. Ik hoop dat u veel stof tot nadenken heeft gekregen. Misschien zelf morgen wel iets anders zou willen doen. En ik wil u graag wijzen op het slotevenement. Dat is volgende week, 24 november, ook weer live vanuit Capital C. Dan met dagvoorzitter Rens de Jong. Sprekers zijn Paul Polman, Vivienne de Leeuw van Havenbedrijf Rotterdam. En Geraldine Matchett, zij is co-CEO van DSM en nog veel meer sprekers. Graag dus tot het slot-event. En ik zou zeggen, geniet nog van NBA Springlevend. Dank u wel.